distance come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change, but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year. Ja, 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 yo, yo, yo. Ik heb poed of zo. Maar jongens, hoor je mij goed? De muziek af, want ik word doof. Hoor je mij goed? Yo, zet aan, yo. Bram, VD, nieuw en of, yo, man, welkom in de stream. Blijkbaar heb je mod. Hey, mij is er ook. We gaan even meteen naar in-game switchen. We gaan het. Nee, dan loopt hij helemaal vast. Ja, nu, nee, nu hebben we een probleem. Nee, nu ging hij even helemaal vastlopen. Dat wil je hem niet zagen. Eindhoven, die zo. Start nu. Even alles unmuten. Dan moeten we even mijn Discord. Zo, en dan die. Zo. Dat is niet zo hard hoor. Sorry, ik ben weer in status 1 over. Het zijn we geluid, goed jongens, mijn microfoon. Even mijn 5M geluid. Op het hart. Dan hebben jullie normaal gezien niet goed geluid. Dat even weten jongens. Dat ik met goed 6 kijkers en holy shit, we beginnen live. Even zien, is hij er nog? Even mijn roepnummer aan het halen, jongens. Dan heb ik terug bij de pop en ik weet mijn roepnummer niet meer. Dat is niet dan. Nee, die nou hier in zetten. Die daar aan de chat op die bij pop staan, waar ik wel mijn roepnummer hangen. En dan kan ik ook zien. Ja. Zo, we hadden even veel kijkers dit. Hier gelijk, kijk is het meeste zo nu te 5. Gewoon zou ik wel even allemaal dat zien jongens. Ze hebben 4 kijkers op het moment en nog geen. Oh, even weer aan de.
tussen A en B, online natuurlijk niet. Dan pakken we die. Voertuigen en de slag nemen, alsjeblieft. Ah, nu ben je vergeten in het meersysteem. Dat ga ik eigenlijk ook moeten doen. Sorry jongen, sorry. Ik ga even komen bij de stil, maar zeker even niet met het gevoel gaan hier. En nee. Die is weg dan. Zo, is de rode wagen al aan of nog niet? Of niet? Kijkers, welkom allemaal. Wil ik toe. Oeh, mijn god, dat was heel close. Dan, Mike. Oh, hoe laat moet jij weg? Ja, subiet, daar ben ik veel mee, joh. Oh, ik ben in categorie entertainment. Ik weet niet waarom dat die aanstaan. Het zijn eigenlijk gamers, hè? Maar is dat op entertainment? Ja. Geen lag in de stream. Nee, dat is niet. 3961 komt ze uit. Bro, ik ga even kijken hoe we hebben. Ik zei gewoon dat er soms ook gewoon een nieuwe queue in zit. En toen werd het lekker. Oeh ja. Oh mijn god, ik kijk iets wat je niet. Rijdt je daar nu door rood? Je rijdt door rood. Volgende hem even. Die weer een rolrijd aan krijgt, dan gaan we niet eens opdenken. Ja. Je bent hier met stream om te kijken of wat? Tent heb jij, maar wie woon jij? Ja, wat is? Ja, waarom rijd je heel de tijd rood? Twee keer, meneer. Jawel. Nou, of drie keer, dat kan ook, maar ik dacht twee keer. Maar ik wou meneer mijn huis laten zien, want ik woon hier. Nou, oké, maar waarom heb ik een reden voor je dat je de rood rijdt? Ja, omdat ik heel hype ben over mijn huis, meneer. Ja, maar dat is geen reden om de rood te rijden. Jawel. Nee. Nee. Oh, dat moet je even negeren. Wacht. Dat is niet goed. Mooi bloemetje haal je daarboven. Ja, daarop. Maak ik van de rijbewijs zien of heb je dat niet? Nu ga je dus lekker laten wijzen. Ja, daar kom ik. Wat is jouw probleem?
gast, dat moet je ervan. Hey, er is net iemand geband voor het stelen van een dienstauto. Nou. Wat is? Mijn rijbewijs zien. Nou, heb ik een rijbewijs voor nodig. Maak op de stoep. Ja, maar reëel op de laan. Opa. Helemaal niet. Helemaal wel. Nee, maar sorry, ik zal het nooit meer doen, meneer. Eén keer laatst maar eens hebben, oké? Ja, kunt u mij één keer kunnen? Ja, één keer. Zal ik jou ook iets kunnen, ja? Oké, is goed. En nu van mijn huis af, idioot. Ik? Doe. Ja, jij. Oké. Nee, die jongen die achter je staat, dombo. Hij oude dood. Oh nee, oh sorry. Hij godverdomme. Ja, ik heb soms een aanval. Eeuw. Nou kom, ik ga even voor jou kunnen. Nee, ik wil je even uitstappen, ja. Oh, maar ik wil graag mee. Maar dat mag niet. Oh. iets bij die mensen is niet goed. Even kijken, er is echt veel man. 31, holy shit. Dat is veel, ouwe. Nou, dan gaan we even kijken wat de dienst vandaag heeft. Ik heb de 3974 staat in al. Ja, ik heb die... Geen weer gevonden. Oh. Locatie? Ja, meneer. Meneer is van een brug gesprongen. Stuur even een locatie. Ja, is goed. Jojo. Tegen meneer gezegd dat hij zijn vriendje ook weg moet zeggen dat hij meteen dat niet komt weten, want ik word helemaal gestoord van. Oh meneer, wat gebeurt? Hallo? En ook een van zijn vrienden zit mij de hele tijd te kopbeten hier. Wat is kopbeten meneer? Ik niet weet. Zou je even afstand houden alsjeblieft? Maar lo meneer, ik weet wel waarom ik moet doen. De staf, dus... Ik ken geen staf, ik weet niet. Weet jij wat dat staf is, meneer? Nou, ik niet weet. Nee, want dat is natuurlijk mijn bord om te zeggen dat de staf is en kopbeten. Ik ken dat niet hoor, is dat de enige waar? Ik weet dat niet, ik weet. Maar ik ken alleen het woordje kop. Dat is politie toch? Ja, kop, maar ja, deze kop. Meneer die gaat ons de hele tijd kopbeten, achterna zitten. Politie en eten? Nee, kopbeten is politie. Ik weet niet, huh? Je leeft dood en je kunt toch praten. Ik vind echt alles heel bizar hier. Politie uitlokken, dat zal weet ik vind. Ja, politie uitlokken. Kopbeten. Oh, politie uitlokken, denk ik. Ja, dat doet hij de hele tijd. En zijn vrienden doet het ook. Maar kopbeting ken ik niet eens. Dat is politie. Beting. Ja, politie uitlokken, denk ik. Ik denk het ook, maar ik ken nog steeds geen staf. Is staf lekker dan, Lolly? Ja, ik heb wel eens gehoord dat staf een lekker tosti is. Met heel veel ham en heel veel kaas. Oh, lekker hè? Ja, lekker. Nou ja. Maar ik denk dat deze meneer dood is. Ja, maar hij heeft... Dat denk ik ook. Maar ik heb wel praten. Oh, dat meneer, dat heeft hij niet gezien. Mooi oh, bloemetje. Dat hebben we wel, gezien. Dat is een heel mooi bloemetje. Maar ja, hallo, dat maar, wel een heel mooi bloemetje. Ja, kijk, dat zou ik net uit de zak.
Nou, wat gaan we moeten deze meneer lauwen, ja? Allemaal een loods pakken en dan gaan we. Maar dat was iets anders dan meer, zeg. Even kijken, wat jij doet, man! Godverdomme! Godverdomme! Nou, ik ga weer verder. Maar deze meneer heeft zelf wordt gepleegd. Nou, wat ben je, aspirant? Ik ben aspirant. Waarom ben je aspirant? Ik ben Sullivan. Ja, weet ik niet. Ik was hoog, maar toen ben ik gestopt met Purse en nu moet ik terug van nul beginnen. Oh nee, ja. Ja. Ik heb even te loopbare blonde gehoord dat er een nieuwe koopsluiting is. Ja, ik ook. Ja, ik hele goede. Nee, dat is Mark, bedoel je? Ja, maar dat zijn nu hele goede. Nee, die is er alweer weggegaan. Nee, maar er is nu een hele goede. Wie? Die Rick V. En die Dylan. Kijk maar in Plivé 3. Is Rick een nieuwe koopsluiting? Nee, niet die Rick die jij kent. Wacht even, laat me even kijken dan. Anders moet ik. Hey Sam. Ja. Ik was net aan het streamen, hè, mijn bodycam. Ja, ik ben nu aan het streamen met mijn bodycam. Weet je wat er gebeurd was met mij? Nee. Ik was lekker muziek aan het luisteren. Ja. En ik kreeg opeens een auteurregel, toen werd ik gestrikt. Toen, weet je wel, zo'n strijk, dan boom. Ja, boom. Ja, toen was hij offline gehad. Oei. Slim, denk ik. Je was copyright music aan het luisteren dan. Ja, misschien wel. Oei, dan kun je een week niet uploaden, pik. Maar ik had mijn Spotify, zeg maar, niet op offline gezet. Dus hij bleef maar doorspelen. Snap maar je wel? Ja, dus, zeg maar, als ik mijn Spotify offline zet, dan hoor je dat niet in stream. In de bodycam. Nee, als ik mijn Spotify offline zet... Ja. Kijk, als jij Spotify online hebt, dan als je klaar bent met je muziek, heb je onderaf nog een aanbelovenlijst, weet je wel? Ja. Ja? En als je die offline hebt, niet. Ik had het volgens nog online staan. Dus ging je die lijst spelen en daar zat dus een copyright tussen. Nee. Ik ben aan het zoeken, zeg maar, dat ik Spotify kan luisteren, maar als ze mijn bodycam niet horen. Snap je? Ja, oké, goed, ja. Nou ja. Het kan wel volgens mij. Ja, dat kan, dat kan. Dat doen heel veel mensen. Nou. Ik ga eventjes in die kamer die nieuwe kop zetten. Moeten wij trouwens niet onze dienst doen? We worden eigenlijk gewoon betaald om te lullen. Rijdenprotocol. Dat is ook iets dat er altijd wordt gezegd. Zwaar wordt genomen. Mr. Lieve, hou die maatje. Samen een server beginnen, heb kant en klaar. Nou, ik heb mijn eigen server pas gehad en die ben ik gestopt. En ik vind ze niet. Dus ik weet niet waarom hou je dan met jou een server beginnen. Ik heb mijn DM's weer op Discord. Maar. Of ik ga beginnen, heel en. Of we hebben hopelijk geen last meer van, dus. Ik heb echt geen protocol. Weet je wat een radioprotocol is voor een vraagje? Hallo, weet je wat het is? Wacht even. Ik zie hier wel trouwens iemand. Ja, maar ik vraag iets aan jou. Ik moet altijd op jou antwoorden, maar antwoord op jou. Stuk. Maar wil je ook eens dingetje antwoorden op mijn vraag? Wacht even. Stel vraag dan. Wat? Stel je vraag dan. Weet je wat de radioprotocol is? Radioprotocol? Ja. Kijk hoor, volgens mij is dat in de porto toch? Maar wat in de porto? Moet je frequentie 22 hebben, dan moet je op E drukken. Nee, dat helemaal niet. Radioprotocol is dat er alleen nuttige dingen in de porto worden gezegd. Want een porto is niet een gezellig praatruimte. Nee, een porto is om belangrijke informatie te communiceren. Dat is radioprotocol. Dus je moet aan radioprotocol houden.
Maar heb je dat gesprek gezien van die Mark en zo? Antwoord er niet op, jongen. Ik ga niet meer geen informatie in, toch? Wat je niet, jij dan? Niet klaar mee. Wacht, huh? Had je nu gewoon één iemand voor random? Wat is dit dan? Dat moet ik nu even. Oh! Yo! Hallo? 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 Yo. Ben je daar ben je. Ben je politie? Wat is dit? Ja, waarom zijn jij in dienst als politie? Omdat ik in de nieuwe korpsleiding word. Echt? Oh. Ja. Jij bent wel de goede korpsleiding en niet die Mark. Nee, komt goed. Ik zou zo meteen even met jullie in OC komen, dan zou ik even alles doornemen. Ja, is goed. Komt in orde. Ik ga sowieso nu even een outfitje maken. Om te maken dat de radioprotocol is, want hij maakt geen gebruik van zijn radio. Kijk een informatie en lees die handleiding door. Of zijn alles in wat nodig is. Nou, collega, lees jij misschien even operationeel centrum OC door. Daar staat tussen radio. Nou weet je wat dat is. Ach, Hens. Ja. Wacht, die meneer probeert mij net cocaïne te verkopen. Die hiervoor in die RSS? Ja. Hij blijft staan. Meneer, voor twee lijntjes 10 euro. Hey. Je maakt de volging, Naar het scenario naar B willen komen. Ja, dus moet je nu even iemand een stopteken geven, gewoon even niet van. Ah nee, is goed. Even kunnen aanstappen. Hallo meneer. Kunt u even aanstappen? Nee meneer. Oh, eerst een foto ringen of anders ga ik u een handje erbij halen. Maar wat is aan de hand? Even aanstappen. Meneer, ik vind het niet zo fijn. Meneer, nu aanstappen. Ga weg meneer, ik heb er maar niets gedaan tegen u. Audi RS6, reed er vandoor. Mogelijk, ja, cocaïne op zak. Laatste waarschuwing. Oh, één seconde meneer. Meneer, ga weg voor mij, ik vind het niet fijn. Laat hem met rust. Kan in mijn assistentie als je weet, je kunt hier dan echt gewoon met een RSS en als je het gaat optrekken dan ben ik een punt. RSS. Richting het blokkenpark.
uitsteken. Ga die rechtsdoor, rechtdoor. Linksaf, richting Bloemenpark. Ga terug een steekje. Rechts, gaat hij daar rechts af. Bijna Klemmingen. En nu, hier gaat hij linksaf, richting Klemmingen. Linksaf. Rechtdoor, tegen de richting in. Hij rijdt linksaf. Linksaf gaat op twee wielen, Hij passeert nu het HP. Hij gaat rechtsaf voor het HP. Die hoort bij hem volgens mij. Terug linksaf. Die gaat hier de garage op, de parking op, en daar terug een steekje. Rechtsaf. Linksaf. Rechtsaf. Rechtdoor, rechtdoor, passeer nu. Zij gaat daar, weer gaat daar linksaf. Kijk, want er is ook nog een witte message die erachter komt. Ik weet het niet uit. Gaat hier linksaf. Gaat hier de Chinatown in. Rijd door Chinatown. Ja, is die STC race en we gaan waarschijnlijk zijn gesproken. Nou, we passeren nu de achterkant van het HB. Kraakversterking. Gaat het steekje in een tunnel, gaat daar links af, gaat terug links af meteen. Hij heeft een rondje gemaakt. We passeren nu, we zijn nu hier. Hier links, naar terug, rechts. Ja, je komt er nu tegen, pas op, laat me passeren, laat me passeren. Ik heb hoge snelheid, Rechts af. Terug rechts af. We passeren nu. Wapenwinkel. Nee, oude wapenwinkel. Rechts af. Passeer Blokkenpark. Blokkenpark. Gaat links af. Rijdt in de richting in. Gaat links af terug. Gaat hier ook weer links af. Niet in de richting in rijden, collega. Dat is gevaarlijk, dat heb ik echt gedaan. Gaat rechts af, rijdt af. Is geslipt. Gaat naar de cardinal. Links af bij cardinal. Gaat echt richting in. Deel richting in, weer al. Oh, Is er nog achter? Oh, bijna gecrashed. Zo is weer echt steken. Rijdt weer door. Snel nu 140. Heb jij vuurwapen bij je? Negatief. Maar hij is niet vuurwapen gevaarlijk. Bijna gecrashed. Rijdt door. 190 is snel. Hij gaat linksaf. Terug linksaf. Hij gaat het niet winnen met brandstof. Ik heb full brandstof. Nou, brandstof is niet echt een probleem. Rechts af, tegen de richting in. Witte Mercedes is ook weg. Linksaf. Witte Mercedes negeren. Links af. Rechts af. Nee, ik heb passeer, maar dit is stopteken aan. Gaat links Blokkenparkbank. Gaat rechts richting HB. Hij gaat links bij HB. Gaat weer links. Gaat rechts het steegje in. Gaat weer naar links. Hij gaat nu richting het ziekenhuis. Kom tegen. Hij reed rechtdoor, Hij is zijn motor wel kapot. Niet gaan pitten. Ik zie je in de chat even niet. Kut. Ik moet zo fixen. Links af. Sorry, maar als je kijkt. Dan heb je
dacht ik aan. Eerst of nergens. Tijd richting de car dealer. Oh, het slip. Pas op, collega. Pas op, collega. Rechts af, rechts af, rechts af. Links af. Rechtdoor, rechtdoor, rechtdoor. Als hier een oos. Rechtdoor. En met ons naar de nu weet je dat ons naar heel makkelijk. Ja, motor is kapot. Ja, maar ik bedoel, hij gaat ons naar de rij wel snel aan het station. Probeer hem bij te houden, maar gaat niet lukken. Ik heb zo'n nummerplaat, ik heb zo'n nummerplaat. Weet die? Ja, kijk, ik zo pas controleren, nu even niet. Even deze even. Oké, okay, gaat de race af. Is er ook een collega beschikbaar? Ja, positief in de lijn. We rijden nu al met rechtdoor. We rijden nu, we gaan lezen bij Bokkenpark. Gaan lezen bij Bokkenpark, pas op, lijkt de motor normaal. Middel normaal lijkt de motor. Rechts af, rijden nu richting... hij rijdt recht. Oh, hij was bijna gereden. Hij rijdt ook een park. Hij gaat links af. Gaat terug rechts af. Dat zie je. Dat is de record. Die loopt nu. Gaat daar rechts af. Ik ga ook nog bij. Maar hij is wel 120. Gaat onder de brug door. Hij passeert terug Blokkenpark. Je komt hem nu te goed rijden. Ja, klopt. Kom je maar even al lang niet hebben. Ja, deze Mercedes die blokkeert. Ja. Links af. Race af, sorry. Race af terug. Tegen. Recht door. Ja, kom maar in de auto. Links. Zien. Pas op, is dat een Ik heb
Nee, die is bij je uit, guys. Terug richting BP, die richting. Hoi Milo. Ja, ik kan één collega mij komen ophalen. Ik sta hier aan de linkse kant van de baan, dat is dan weg. Heeft de 61 even tijd om mijn auto kunnen komen halen alsjeblieft? Ja, zeker. Dit is een locatie. Die kan op. Ah, dat is heel erg. En ja, de verdachte rijdt in ieder geval nu over de brug richting ja, richting noord, zeg maar, langs het HB af. Ja, rem maar af, rem maar af. Ja, rem maar af. Ik kom er nu aanlopen. Blijf maar staan, blijf maar staan. Ik moet even snel het tabé brengen en kunnen we met z'n twee koppelen. Ja, is goed. Is er ook nog steen aan de hand? Ja, zo. Ik heb even een gezien. En dat was een hele andere sirene lopen. Sorry? Het was een andere sirene lopen, wat dan? Weet ik niet. Geen idee. Nee, ik ben nu samen met Lena naar het tabé aan het rennen, maar ik moet vuur en ik wil het weer. Rijdt hij bij het tabé? Stom maar gewoon hier. Rij je mee, ga je aan de uitvolging. Yo. Mag locatie van achtervolging? Ja, dat ben ik. Is dat? Ik weet alleen het noodhulp. 11, F11. Bij deze. En rijdt richting Grove, by the way. Ik heb linksaf de stoppenwijken in. Dan gaat hij het linksaf steekje in. Hij wordt ermee aankomen, denk ik. Hij rijdt terug richting BP. Ga jij PP? Ik rijd naar A6 hier, zeker. Oké. Okay. Zo gaat het. Oké. There you go. En agent rijdt nu tegemoet. Let op voor de A6. Ja, ik zie jullie, ik zie jullie. Waar de verdachte is, ik had een lagspike, of hij had een lagspike, excuus, en daardoor reed hij bij mij ergens anders heen omdat hij het werkelijk heen reed. Maar goed, ik heb een nummerplaat genomen, Ja, dat is prima. Wat mij betreft staat er. Laat maar even doen. Ik wil graag iedereen even op het HB hebben in verband met. Maar ik heb een nummerplaat staan, dus als jullie niet willen dat ik niet doorgeef, dan zeg ik niet. Ik heb hem gelokt.
Ja, die kun je straks doorsturen. Anders laat ik je zo op de wapenkamer zien wat het is. Ja, dat is goed. Geen oude man heel veel terrein op, ga ik even mee sturen. Nee, maar ik ga er zien wel echt. Even mijn broek aanpassen, deze witte strepen kunnen echt niet. Zeker.